Naast gedreven en enthousiast personeel spelen voertuigen en machines een belangrijke rol in de dagelijkse werkzaamheden van de Beelengroep. Bij nieuw materieel wordt altijd goed gekeken naar de milieueffecten en gekozen voor de jongste techniek. Een uitbreiding van het kranenpark gaat gepaard met een grondige analyse van de wensen en eisen. Op basis van de dagelijkse praktijk wordt met de mensen die ermee werken gekeken naar de specificaties van het nieuwe equipment. Een machinist met grote praktijkkennis op dit gebied is Willem van den Nagel. We kijken naar iets wat betrouwbaar is, dus wat heel blijft. Wat niet over de top is qua afmetingen. Dat het goed te transporteren is. Dat het makkelijk op te bouwen is. En dat al die kosten ook zo laag mogelijk blijven. Met het oog op de groeiende werkzaamheden is Willem gevraagd om mee te denken in de ontwikkeling van een nieuwe sloopkraan. De gedachte is diep slopen en hoog slopen. Met zoveel mogelijk kracht. En met zo weinig mogelijk kosten. Je kunt natuurlijk heel makkelijk bepaalde gieklengtes halen, maar dat is allemaal een beetje habbi-babbi. Dus het moet kloppen zeg maar, in de verhoudingen van alle gieklengtes, zodat je van 46 meter hoog tot 0 en ongeveer 12 meter diep kan slopen. Maar dat wel met verschillende giekuitvoeringen, wat allemaal multifunctioneel is. Maar hij moet zichzelf kunnen opbouwen, dus geen hulpkranen erbij, maar gewoon vrachtauto's komen aanrijden, plug and play. Maar hoe ga je dan te werk? Dan ga je om de tekentafel. Ja, dan ga je gewoon zitten krassen en kleuren, zeg maar. Totdat je denkt van, dit is goed. Maar dat is een hele weg. Vanuit die gedachte is er gekozen voor een 90 tons Caterpillar 390F als basis. Deze is inmiddels door de Nederlandse ketimporteur Pon geleverd en staat in twee delen bij STC in Coevorden. Onze specialiteit is het customizen van graafmachines voor de klant. En dat houdt in dat een klant een bepaalde machine voor specifieke doeleinden wil gaan inzetten. En wij eigenlijk een special voor hem bouwen die dat ook kan. Normaliter krijgen we de opdracht en we bespreken alle details vooraf voordat we beginnen te bouwen. En als we dat gedaan hebben, dan gaan wij gewoon bouwen. Met de belenmachine gaan we dat anders doen. We hebben gewoon elke week een afspraak met elkaar gepland om in ieder geval elke week de voorgang te bespreken. Op een gegeven moment staat er alleen een chassis met een motor erin, waar nog een paar platen omheen zitten, voor de rest niks. Dan gaan onze engineers aan de slag met meetwerk en het uittekenen van die producten die erop komen. En als dat gedaan is, dan gaan de eerste bestellingen richting snijwerk gaan de deur uit. En als die binnenkomen, dan gaan we alles samenstellen, de producten aflassen. En na het lasproces dan gaat dat naar de bewerking. Dus dan gaan we alles kotteren wat nodig is. En dan komt het in een spuitcabine. Daar wordt alles op in kleur gespoten voor de klant. En dan komt het bij onze montageafdeling, de assemblyhal. En daar gaan we alles weer samenbouwen. Het is een hele grote opdracht en een stukje softwarematig wat die machine moet gaan aansturen, dat gaat Pon afleveren. Dus zo hebben we ook de taken verdeeld en bepaalde opties verdeeld, wat Pon doet en wat wij doen. Als wij hem hier getest hebben, dan mag hij ook weg. Dan is het ook de bedoeling dat hij als eerste naar zijn werk gaat, want zo'n machine moet werken en geld verdienen. Om dat te doen gaan de diepladers onderweg voor die eerste rit. We moeten hem in vier delen vervoeren. Dat is de kale basis, zeg maar, met zijn rupsen op smalspoor. Dat is dan één vracht. Dan heb je de ballast en de hoofdgiek. En de lepelstil is een vracht. Zometeen gaat de nieuwe kraan op weg naar zijn eerste werk en uiteraard zijn wij daarbij.